RTL Autowereld wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Banden. Deze zondag duikt Tom in de wereld van gas. Nee, niet vol gas, maar wat is groen gas? Wat is aardgas? En wat is dan weer autogas? Waarom kun je met een LPG-auto niet op aardgas rijden? En wat is de brandstof van de toekomst? Tom gaat het allemaal uitzoeken bij de internationale expert op dit gebied. En dat is een Nederlands bedrijf uit Eindhoven. Of we nou gaan rijden op waterstof, LPG of groen gas, ja, het maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Want ze hebben het hier allemaal al bekeken, ontwikkeld en getest. We rijden met de nieuwe Mercedes-Benz CLA. De looks van de grotere CLS gevangen in een kleinere auto. Gebaseerd op de nieuwe A-klasse. Nu is hij nog alleenheerser. Maar kan hij de opkomende concurrentie aan? We gaan verder met de weg die autobanden afleggen voordat ze op jouw auto terechtkomen. Dat doen we bij de Van den Band Group, waar we Maxxis-banden volgen. En zeg je Maxxis, dan zeg je bijna automatisch Tim Coronel. En Dakar. Wat houdt die samenwerking nou precies in? En hoe wordt er nu voor gezorgd dat de juiste banden voor jouw auto precies op tijd bij jouw garage terechtkomen? Je ziet het allemaal zondag. En natuurlijk Nico Aaldering. Hij heeft ditmaal een heel bijzondere Citroën DS. Een Chaperon Le Dandy. Wat er allemaal zo speciaal aan is, dat hoor je uiteraard in geuren en kleuren van onze klassieker expert. Een Citroën geeft altijd rust. Je hebt ook geen, je hebt er helemaal geen benul van. Je wilt helemaal niet hard rijden met zo'n auto. Dat alles. Aanstaande. Dimanche. Zondag 17:30. RTL 7. Natuurlijk. RTL Autowereld. RTL Autowereld wordt mede mogelijk gemaakt door TW Steel. Big in oversized watches.